had hem! Het zat erin! Ik had hem! Ik had hem erin! Hoppa! Dit zijn de Raafjes! Hallo lieve iedereen, wat leuk dat je kijkt naar een aflevering van De Raafjes. Ik ga te gekke spellen spelen met nog leukere kids en vandaag heb ik ook een speciale gast. Ondertussen kletsen we over van alles en nog wat. En natuurlijk zijn er geweldige prijzen te winnen van Ravensburger. En in deze aflevering de Upside Down Challenge. Ik zei het net al, hele speciale gast. Eigenlijk moet ik zeggen twee speciale gasten. Zijn jullie klaar? Want hier zijn Frankie Dean en zijn grote vriend Leno. Hebben jullie goed geslapen, jongens? Ja, heel goed geslapen. Voor de focus, hè? Want er is echt wel iets voor nodig. Maar wel gisteren om 9 uur. Die ging om 9 uur slapen? Ja, we gingen lekker nog een spelletje spelen. Voor om op te warmen. Precies. Zo, heb jij ook voorbereid? Gisteren bij mijn oma had ik alleen horrorfilms gekeken. Dus... Alleen horror? Ja. En betekent dat je dus goed geslapen hebt daardoor? Of was je de hele tijd van... Goed geslapen. Jij je slaapt lekker op horrorfilmpjes? Ja. Dus ga je echt zo doen? Ga je... Mijn score met Len, denk ik dat echt deze komt. En Len, hoe denk jij dat je dit vanaf gaat brengen vandaag? Ik denk wel goed, ja. Jullie moeten elkaar supporten, want wat gaan we vandaag spelen? De Spel! Upside Down Challenge. Jullie hebben al een beetje toevallig net mogen kijken hoe of wat. Hè? Jullie hebben het al mogen unboxen volgens mij. Ja. Hoe ging dat in één woord? Niet goed. Dat waren de twee. Laten we even kijken. Nee, dat was best wel goed. Oké. Okay. Wat? Ik zie een bril. Even kijken wat je erin ziet. Hoe raar is dit? Ik zie jou omgekeerd. Als je niet eruit. Kijk, weer eens. Ik zie wat je moet doen. Je moet een ogen maken. Maak maar een oog. Is dit het blad? Ik weet niet wat ik teken. Ik heb een smiley gemaakt. Ja, dat is een smiley. In 3, 2, 1. Ja. Ik kan dit. You do this. Nou, hoe was het, dit spel, even zo? Als je een blauwe ding pakt en dan denk je gewoon dat je hier kijkt, maar dan kijk je daar. Ondersteboven is alles, hè? Nee, maar als je naar Frankie kijkt, dan kijk ik zo. Hij hangt aan het plafond als een vleermuis. Ja, gewoon als vleermuis. Als dit echt zou zijn, hè? Zou je worden wakker en je wil dus je deken van je afhalen en je klettert zo tegen het plafond, wat denk je dan? Ik denk gewoon, hoe komt dit opeens? Wat gebeurt er? Je zit tegen het plafond en je doet de voordeur open. Wat gebeurt er? Oh, dan zit je heel hoog, dan zit je... Je blijft maar oneindig vallen richting... Dus wat lijkt me slim? Touwtje. Van rond je enkel of zo. Of zeg ik nu iets? Ik hoop dat ik een tovenaar was en kon ik gewoon tijger veranderen en gewoon zeggen dat ik nooit dood kom. Leg mij eens even uit, hoe precies gaat dit in zijn werk? Doe maar even dit ding om te kijken wat het met je ogen doet. Oké, anders, niet verwacht. Wat is dit? Is dat een olifant? Ja. Ja, oké. Dat is een konijn. Oké, dus de dingetjes overtekenen bijvoorbeeld. Of... Ja. Andere opdrachten? Ja, andere opdrachten dat zijn... Ik doe even voor je deze. Je moet deze kaarten precies zoals een dakje zetten. Kaarten, oh ja. Als een dakje. Oké, daar gaan we dan. Kijk, nu pas heb je hem aan elkaar. Ja! Wacht eens. Oh, nee. Was dat nou... Dat was je enthousiasme, ik snap het. Oh jongens, wat een spanning en sensatie. Oh, jij hebt tijd nodig. Oh, ja. Jongens, niet ademen. Niet meer ademen. Het staat. Oh, hey! Oh. Zo. Jongens, ik heb een dilemma. Zouden jullie kiezen voor om altijd op je handen te lopen, waar je ook bent, of altijd de upside down bril te moeten dragen? Upside down dan doen. Ook met autorijden? Nee. Dan zo. Dan moet je met je voeten in. Nee, wacht.
ik kan handen, weet je waarom? Ja, ik ook. Omdat eigenlijk, je kan niet auto rijden met bril en met handen. Je hoeft eigenlijk ook helemaal niet auto te rijden. Je kan ook een tekenopdracht krijgen, Lennox. Ben je een beetje goed in tekenen? Een soort van. Hoeveel seconden zijn dit, weten we dat? 20. 20? Jij moet de vliegtuig tekenen. Ha. Nee. Ja. Alsjeblieft. Je eigen team, hè? Je eigen stop. Team. Stop voor mij. Ja, jongens? De maan? Ga je voor de maan? Och, afgezwakt. Nou, oké, lieverds. Len, ben je er klaar voor? Neem de dof van de stift. Het papier. Je tijd gaat nu in. De maan. Een kers. Leuk. Op een taart. Maar ik wil de maan. Teken je nou volle maan? Ja, ik teken volle maan. Ik keur dit goed. Applaus voor Lennox. Hey! Nou, Frankie Dean, doe maar de bril op. Ja, ik ben ready. Lekker, maat. Wij hebben hier een opdracht waar de kaart voor de helft op de tafel ligt. En dan... Nou, kijk. Zonder bril. 3, 2, 1, go. Auw. Ah. Eventjes voor het begin, snap ik. Concentreer. Alles hangt hier vanaf. Je zakgeld. En... Mazzel, hè? Anders heb je nooit meer iets in je zwaarpot gekregen. Jij wil ook weer? We gaan een andere opdracht doen, jongens. Doe maar allebei een propje maar. Je ziet hier de doos. Denk aan basketbal. Concentreer je. Is niet erg. Tweede poging. Oh, ik had het zat erin. Ik had hem erin. Doe de bril maar op. Tegen de borst. Helemaal mooi. Concentratie. Ach, het gezicht. Ook mooi. Concentratie. Kom, met de opdracht erop vertelt ons dat we moeten high-fiven. Tijd gaat in. Ja, oeh, bijna. Ik ging ervoor, hoor. Ja? He. Deze lijkt mij het beste voor jou op de laatste nummer. Je moet het eerst aan de kijkers opdracht laten zien. Voor de beste opdracht, bewaar je? Ik had het eerst aan de kijkers zien. Zie je dat? Dit. Mag ik alles kiezen? Waar is het kaartje? Ik ben weer in de war. 3, 2, 1, go. Volgens mij is het ondersteboven. Oh, wauw. We krijgen nog een 20 seconden. Oh, wauw. Oh, deze is helemaal in de war. Oh, deze is... Nou... Is het gelukt? Maakt niet uit. Ik vond dit ook ingewikkeld en lastig, maar wel heel leuk om te doen. Ja. Mag ik jullie bedanken voor jullie goede inzet? Ja. Nou, top. Doei. Direct weg. Ja, hij is meteen klaar ook. Hij denkt, doei, Mazzel. Moet je nog doei, een trein wachten? Ja, doe ze de groetjes op waarom. Ja, doei. Nou, jullie willen ook geen prijs of zo? Prijs. Oh, je wil wel een prijs. Wil jij niet, Lennox, wil je misschien geen prijs? Ja. Zie je? Dat dacht ik ook. Je was weer te snel. Ga nog even zitten. Jullie hebben het echt supergoed gedaan. Dit was niet makkelijk. Hoe was het? Leuk. Super de leuk. Ik was echt top. Boven verwachting. Maar ik kijk nu naar de terechte winnaars. Applaus voor jezelf. En jij zag hem al. Zo! De spelletjes die jullie mee mogen nemen naar huis zijn natuurlijk de Upside Down. Doe het met je vader en moeder. Lachen. Doe maar leuk. En twee andere superleuke spellen. Heel veel plezier ermee. Geniet ervan. En ja, iedereen dus verslaan, hè? Succes ermee! Gedaan, jongens. En bedankt voor het kijken. Volgende keer zijn we er weer met weer superleuke spelletjes van de Ravensburger. Vond je dit nou een topvideo? Duim omhoog. Tot de volgende bij de Raafjes. Lekker, jongens! Zeg maar neer. Het is wel met beleid, jongens. Helemaal tegen elkaar? Ja, mag helemaal tegen elkaar. Een schat vindt. Dus je mag met je... Oeh, wat is dit? Een bril.